Ik heb vandaag de Illusion knoop. Deze is gemaakt door Linwood. Je kunt hem volgen op Twitter en YouTube. Hij heeft een geweldig mooie, hele creatieve knopen heeft hij. Dit is er één van. Ik ga meteen aan de slag. Het is er eentje die je met het korte of dunne gedeelte van je das knoopt. Er zitten heel veel slagen in. Dus dat betekent dat je best veel stof nodig hebt. Heb je een korte das, zorg er dan voor dat je een vest of een trui gebruikt of iets in de geest. Je begint met de afmetingen, dunne gedeelte aan de rechterkant, dikke gedeelte aan de brede kant. Zorg ervoor dat je op de juiste locatie qua buikriemhoogte zit, want je hebt echt heel weinig ruimte om bij te stellen. Dan gaan we. We beginnen met het dunne gedeelte, rechts, over links, door het midden, terug weer naar rechts toe. Dan ga ik achterlangs. Ik ga voorlangs, ik maak een volledige cirkel. Ik ga achterdoor het midden naar links. Vervolgens ga je achterlangs door het midden naar rechts. Nu komt de laatste slag, een klein beetje blijft erover. Je gaat voorlangs, achterlangs en dit gedeelte stoppen we hier onder de kraag. Okay. Nu zie je nog niks. En wat je nu gaat krijgen is dat je de knoop gaat uitdrukken door de zijkanten vast te pakken en de lagen naar voren te brengen. Dan mag je best wel even voor gaan zitten, zodat je je aanpassingen krijgt. De knoop driedimensionaal te zien is. En als de knoop klopt, heb je 6 lagen. Je hebt 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagen. En een middengedeelte. En als je bij de knoop vastpakt, je trekt aan het brede gedeelte, aan de bleed, aan de zwaard, dan krijg je een hele mooie knoop, driedimensionaal. Het lijkt net alsof dat het een trappengang is wat niet ophoudt. Een hele mooie knoop. Laat me weten wat je ervan vindt. Ik vind hem vooral heel bijzonder. Ik zal hem van dichterbij laten zien hier. Laat me weten wat je ervan vindt. En abonneer je op de YouTube kanaal, zou ik zeggen.